Alle Friese makelaars waren donderdagmorgen in het provinciehuis in Leeuwarden bij elkaar voor de kick-off van het woonoffensief Friesland. Samen met afgevaardigden van de gemeentebesturen hoorden zij wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren om de Friese woningmarkt in beweging te krijgen. Op 15 februari is er een informatiedag voor potentiële kopers in alle Friese gemeenten. In het kader van het actieprogramma Werkje voor Friesland stelt de provincie 65 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de woningmarkt. Gedeputeerde Hans Konst. 65 miljoen is heel veel geld en volgens mij gaan we daar hele goede dingen mee doen. Wij gaan proberen de woningmarkt in Friesland weer los te trekken. En dat betekent werk voor de bouw, werk voor makelaars, werk voor keukenboeren. Iedereen die met woningmarkt te maken heeft. Is goed voor Friesland, is goed voor werkgelegenheid en is goed voor ons allemaal. Hoe wordt dit verdeeld? Hoe werkt zoiets? Ja, die 65 miljoen is heel veel geld en dat hebben wij in stukjes verdeeld. Een van de onderdelen, daar zijn we vandaag hier voor, is wij gaan, geen 65 miljoen hoor, maar veel minder gebruiken om op 15 februari alle Friezen erop te wijzen. Als je een woning wilt kopen, als je wilt starten op de woningmarkt, moet je nu beginnen. Dat is één van die elementen. Verder gaan we die miljoenen ook gebruiken om een aantal grote projecten los te trekken. Om te zorgen dat er domweg weer gebouwd kan worden. Wat voor projecten? Dan moet je denken aan een studentenflat hier in Leeuwarden. Dan moet je ook denken aan wat er op het terrein van de GGZ in Franeker met het oude Lancum gebeurt. En zo zijn er door de hele provincie een aantal projecten die gewoon klaar zijn om aangepakt te worden. Waar geld en financiering het probleem is en waar inzet van onze middelen net kan helpen om het werk los te krijgen en om gewoon Friesland weer aan het werk te krijgen. Voor die paar die het niet weten, waar komt dat geld vandaan? Dat geld is het geld wat wij als provincie over hebben gehouden aan de verkoop van Nuon. Daar hebben we ongeveer 1 miljard voor gekregen. Dat miljard hebben wij de afgelopen jaren vooral op de bank laten staan. En het is prima. Maar op dit moment vinden wij dat het nodig is om het te investeren in de Friese economie. We gaan het niet allemaal uitgeven. Een deel daarvan komt ook weer terug. We hebben het ook over leningen, over deelnemingen, allemaal moeilijke woorden. Maar we gaan in ieder geval zorgen dat die miljoenen gaan werken voor de economie. En dan is 60 miljoen voor de bouw, voor de woningmarkt, is goed besteed. Het lijkt me soms lastig om gedeputeerde te zijn, maar dit is een leuke dag, denk ik. Dit is een hele leuke dag. Als ik zie hoeveel mensen hierop afkomen. Er zijn op dit moment geen Friese makelaars meer aan het werk. Ze zitten allemaal hier. En dat is voor mij ook een teken dat we met de goede dingen bezig zijn. En ja, dit is mooi werk. Wanneer u op zaterdag 15 februari naar de woonmarkt in uw gemeente komt, krijgt u allerlei informatie over de mogelijkheden van het kopen van een huis tot 2 ton met voordeel. Informatie over subsidies, acties, leningen en kortingen. Op 15 februari zijn alle gemeentehuizen in Friesland open. Ik hoop dat alle Friese makelaars meedoen en mensen die erover denken een huis te kopen, gaan wij wijzen op alle voordelen die dat op dit moment heeft. Niet alleen is de rente laag, maar de makelaars hebben ook een apart actietarief voor een aankoopmakelaar. Wij hebben een aantal subsidieregelingen die ook vanuit dat Werkje voor Friesland kapitaal beschikbaar komen. Er is een Friese energiepremie. Als je een huis koopt en je gaat het opknappen, kun je daar subsidie voor krijgen. Al die voordelen gaan wij mensen op wijzen, daar kun je dingen over vragen, te weten komen op 15 februari. En op die dag hebben we dus in heel Friesland een woonoffensief. Dit is nou een onderdeel van een groter geheel. Ja. Hoe heette dat? Wij gaan 300 miljoen inzetten in de komende jaren in Friesland. En dat heet Werkje voor Friesland.